Een bizar ongeluk in Gelderop zondagmiddag. Op het landgoed Kasteel Gelderop werd een wandelaar geraakt door een metalen bal. De man overleed ter plekke. De bal werd gegooid tijdens een onderdeel van de Highland Games, die ook op het landgoed werden gehouden. Er was hier een groot evenement bezig met tientallen bezoekers. En het is zo dat je hier bij het kasteel verschillende tuinen hebt. En in een van die tuinen waren de spelen bezig. En het andere gedeelte, voorbij de heg, was gewoon open voor wandelaars. Nou, bij de hammer throwing ging het mis. Dan wordt dus een grote, zware metalen bal op een stok gezet. Die wordt hard rondgedraaid. Maar de bal die week af ging over de heg heen. En zo kon die dus op een gebied komen waar gewoon nog bezoekers aanwezig waren. En zo raakte slachtoffer dus ook in die vreselijke positie en kwam te overlijden. En het is zo dat het slachtoffer niet aan het kijken was naar de wedstrijd. Nee, die was hier echt aan het wandelen. Het slachtoffer is een man van 65 uit Gelderop. De hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De spelen zijn na het ongeluk stilgelegd. De vraag is waarom het gebied waar de wandelaar liep niet afgesloten was. Die vraag hebben we ook aan de organisatie gesteld. Maar de organisatie laat weten eerst een onderzoek te willen afwachten. En we hebben de vraag ook bij de gemeente neergelegd. En de loco-burgemeester zei er het volgende over. Kijk, er is een professionele organisatie die door Villesmaker is ingehuurd om dit te organiseren. Dat is de Highland Games Federatie. Ja, we gaan ervan uit dat zij te horen zijn van de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden en wat tot zo'n terrein behoort of niet. Dus dat zal allemaal ook uit het onderzoek naar voren komen. We zijn eigenlijk gewoon helemaal flabbergasted dat zoiets kan gebeuren. Daar ga je helemaal niet van uit. Tenminste, je verwacht het niet. En ja, het is de grootste ramp die hier ons kan overkomen met z'n allen. De man die de kogel gooide is er slecht aan toe. De organisatie zegt dat die man zeer ontdaan is, heel erg emotioneel. Net als alle andere deelnemers hier overigens. En misschien nog wel belangrijk om te melden, het is echt niet het eerste de beste clubje. Het zijn echt professionals die hier aan de Spelen meededen. Mensen met heel veel ervaring. De politie laat verder nog weten dat er weinig mensen getuigen zijn geweest van het ongeluk. En voor die mensen die dat wel waren, is er slachtofferhulp beschikbaar.